Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen vrijdag werd het buitenterras geopend bij Stichting Vianden door wethouder Paul de Beer. Nou, er is best een hele hoop gebeurd. Op dit terrein, wat nu dus vandaag geopend wordt, dit vrijgekomen terrein met het terras, is dus voorheen is daar de handboogschutterij Prins Hendrik gevestigd geweest met de schietbanen. Maar omdat die vereniging steeds minder leden kreeg, konden ze het allemaal niet meer behappen. En heeft op de gemeente op enig moment het besluit genomen om alles af te breken. En het vrijgekomen terrein te gaan benutten voor het terras, voor het gemeenschapshuis Vianden. Ik vind het wel, echt een hele mooie locatie. Ja, je zit hier pal op het zuiden. Je hebt hier een mooi gebouw waar je allerlei activiteiten kan doen. En je kunt hier lekker buiten zitten. Je hebt een paar Jeux de Boelbanen. Een leuk publiek. Ja. Het is natuurlijk heel mooi dat er zo'n plein is geopend. Vond u dat hier behoefte naar was? Ja, dat zie je echt. Want het gemeenschapshuis Vianden werd altijd al heel druk gebruikt. En vooral dankzij de hele actieve begeleiding door Ruud en door Kees. Maar dit buitenterras, daar was ook behoefte aan. Want nu kan je vanuit binnen kan je ook van de buitenlucht genieten. Overal waar je komt hebben mensen buitenterrassen. En mensen willen naar buiten. En wij hadden totaal geen vierkante meter buitenruimte. En dat was echt een probleem. De laatste stoelen vrijkomen voor gebruik. Ik denk dat we hier heel vaak zullen komen, ja. En ook af en toe gaan zitten. Want er zijn altijd al veel activiteiten hier in Vianden. En het is heel gezellig om te komen. De sfeer is hier ook altijd heel goed. Wij hadden zelf nooit gedacht dat het op zo'n korte termijn dat we al in de gelegenheid zouden zijn om een eigen terrein en terras te hebben. Maar we zijn er bijzonder blij mee dat het. Het had niet op een beter moment kunnen komen. Kunt u daar een beetje jeu de boule? Ik heb laatst eens een keer, ik ben ook wethouder sport, toen ben ik ook op bezoek geweest bij de Jeux de Boules vereniging. En toen hebben we tegen het bestuur gespeeld. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Als ik een spelletje doe, wil ik altijd winnen. Breda Nu. Je weet het meteen.